kameel waar we hem gekocht hebben. Dubbel pech. Mijn opa heeft ook grote problemen gehad met een vliegende tapijtje. Misschien jullie kennen mijn opa. Hij woont in een sprookjesbos. Grote lange witte baard. Nou, hij is heel vaak hier. Hij is elke dag hier eigenlijk. Mijn opa heeft grote problemen gehad. Hij heeft een tapijtje gekocht, dames en heren. Hij ging een stukje vliegen, ging goed. Hij ging een stukje fluiten op zijn fluitje. Wat denk je toen hij terug wilde vliegen? Tapijtje weggevlogen. Zo is het 36 keer ongeveer fout gegaan. Totdat hij heldere ingeving kreeg. Mijn opa is een slimme man, hè. Toen heeft hij zijn tapijtje aan touwtjes vastgemaakt. Als je goed kijkt, je kan nog zien. Dat valt bijna niet op. Oké, dames en heren, een vliegende tapijtje moet jij nooit kopen. Daarom heb ik iets anders voor jou. Geen vliegende tapijtje, maar let goed op. Liggend tapijt, dames en heren. En ik snap, jij mag best even wat klappen. Dames en heren, ik snap wel, het is misschien een klein beetje lullig. Hé, hallo, liggend tapijt. Maar is echt mooi, hè? Stel je toe met je liggend tapijtje thuis. Jij legt voor je open haartje, hè? Oeh, is mooi zeg. Kopje koffie halen. Geen probleem, kan heel lang duren. Een espresso apparaat. Dat komt terug. Tapijtje ligt er nog steeds, dames en heren. Het blijft er altijd liggen, net zo lang tot je er genoeg van hebt. Het is ook geen probleem, als je er genoeg van hebt, dan gooit het tapijtje gewoon in jouw open haar, dames en heren. Je bent er gelijk vanaf. Geen probleem. Tapijtje, liggen tapijtje, één kameel. Hallo, daar gaan we. Dames en heren, moet ik echt iets gratis gaan doen? Ja. Wacht even, dames en heren. Hallo, dit was heel bijzonder om te zien, dames en heren. Ik zal even een kleine impersonatie maken van jullie gezichten van afgelopen half uurtje. Ongeveer zo gemiddelde imitatie van jullie gezichten, was ongeveer zo. Tot het moment dat ik de woordje gratis liet vallen, dames en heren. Toen sloegen de gezichten om van zo naar zo. Wauw. Welkom in Nederland, Nadir. Is geen probleem, ik snap het wel. Dat is allemaal moeilijke tijden. Ik zal voor jullie iets gratis aanbieden. Ik ga iets gratis weggeven. Ik heb al gezegd, ik ben gekke Hassan niet, dames en heren. Ik ga iets gratis aanbieden. Gratis dienst aanbieden voor jou. Ik heb daarvoor meegenomen, dames en heren, wilde beestje. Willen jullie het zien? Ja! Okay. Klein stukje achteruit. Alhoewel, hoeft eigenlijk helemaal niet, want dames en heren, deze wilde beestje, niemand hoeft bang voor hem te zijn. Deze wilde woestijnslang, hij is banger voor jullie dan jullie voor hem. Kijk, hij staat stijf van angst. Dames en heren, jongens en meisjes, het is mogelijk voor gratis voor niets. Maar als je stoer bent, op de foto te gaan met de wilde woestijnslang. Wie gaat het proberen? Deze stoere meisje. Dames en heren, hier is de stoere meisje. Hoe is jouw naam? Cheyenne? Cheyenne, het is de mooiste naam die ik ooit gehoord heb. Dames en heren, misschien niet iedereen kan het zien, maar hier staat kleine meisje Cheyenne. Hele leuke kleine meisje. Ga even zo zetten, die fototoestel bij je. Deze mevrouw heeft fototoestel gekocht. Ga even draaien naar de fototoestel. Zo, de slang gaat om jouw schouder. Goed vasthouden. Even wachten. Ik krijg er nog een mooie hoedje voor de foto. Ben je al vaker op de foto geweest met een rare kwast? Ga jij maar gaan op de foto? Nog een likje, dames en heren. Ik kom zo bij je terug. Dames en heren, even een kleine mededeling. Mag ik even jou de foto maken? Kan op de foto. Hallo, mag ik nog? Oma. Of maak voor jou gewoon eentje. Okay. Iedereen die het aan kan op de foto met de wilde woestijn slaan. Stel, je gaat niet proberen, het is geen probleem. Ik wil je hartelijk danken voor de aandacht. Ik wil je hartelijk danken voor niet meebrengen van kameel. Volgende keer als je kameel meeneemt, heel graag langskomen. Ik wens je nog een mooie avond op de Efteling 7 Pleinenwoestijn. Mijn naam is Nadir, graag tot de volgende keer. Dankjewel allemaal.